icoon is een stukje materie, zou je kunnen zeggen. Een object met een voorstelling erop, een Bijbelse voorstelling. Maar dat stukje materie, dat is eigenlijk niet meer dan een poort, zeg maar, een manier om toegang te krijgen tot een transcendente wereld. En als je naar een Rembrandt kijkt in het Rijksmuseum, dan kan je echt helemaal onder de indruk raken van zijn techniek. Iconenschilders gebruiken ook een hele specifieke techniek, maar toch is het zo, als je naar een icoon kijkt, dat je daar onmiddellijk in doordringt en het besef krijgt dat het gaat over iets dat groter is dan jij. Dat ook groter is dan dat stukje hout wat daar aan de muur hangt, met wat verf en wat kleur erop. Want wat er wordt afgebeeld, dat is op zo'n manier afgebeeld dat het je direct in het hart raakt. En daar hebben iconenschilders ook een aantal trucjes voor, zou je kunnen zeggen. Dat klinkt wat oneerbiedig, maar toch is het wel zo. Op heel veel iconen ervaar je een soort omgekeerd perspectief, wordt het wel genoemd. Dat is anders dan ons perspectief, dat dingen kleiner worden naarmate ze verder van je weg zijn. Bij een icoon is het zo dat als je ervoor staat, dat het verdwijnpunt dat eigenlijk aan de horizon ligt in onze westerse traditie, in een icoon wordt omgekeerd. Een icoon begint heel breed en het perspectief wordt steeds nauwer. Het verdwijnpunt gaat buiten de icoon zelf, komt uiteindelijk in jou terecht. Waardoor jij als beschouwer voor die icoon staat en er als het ware in wordt betrokken. Je wordt erin getrokken en je bent daar onderdeel van. En dat is iets dat je nauwelijks rationeel kunt bedenken. En dat is de reden waarom je een icoon de tijd moet geven. Dat is iets wat ik heel belangrijk vind. Een icoon moet de tijd hebben om zich te openbaren aan je. En als je die tijd hebt en je gunt de icoon die tijd, dan word je een rijker mens. Er gebeurt iets met je wat je niet in een boek kunt lezen, wat je niet via richtlijnen tot je krijgt, maar het is een ervaring. Iconen van Kreta, ja, dat is een geweldig verhaal, het verhaal van Kreta. Kreta is een eiland geweest dat enorm divers was wat bevolkingssamenstelling betreft. Op een gegeven moment zijn ze in de 12e eeuw ingenomen door de Venetianen, dus de Venetiaanse invloed is daar heel groot. Maar wat vooral heel specifiek belangrijk is voor de iconentraditie op Kreta, dat is dat Constantinopel in 1453 viel. De Turken namen de stad in. Constantinopel werd toen Istanbul. En het christendom was eigenlijk ook klaar in het Byzantijnse Rijk. En iconenschilders die verhuisden toen van Constantinopel naar Kreta, omdat op Kreta een enorm een rijke cliëntele zich bevond, die deels Venetiaans waren, deels katholiek, maar deels ook orthodox. Dus een prachtige mengvijver, zou je kunnen zeggen, waar iconenschilders naartoe gingen om hun traditie daar voort te zetten. En dat heeft een hele bijzondere icoonsoort opgeleverd. Prachtige iconen waar je deels een beetje een katholieke sfeer in proeft en deels juist die orthodoxe sfeer. En die vermenging van die twee stijlen, de Latijnse stijl zoals de katholieke stijl dan wordt genoemd, en de Griekse stijl, de Byzantijnse stijl, dat is kenmerkend voor Cretensische iconen. Er is een aantal icoonschilders die eigenlijk zeer beroemd zijn geworden. De eerste die je zou kunnen noemen, die niet eens alleen maar een icoonschilder is gebleven, maar wel begonnen is El Greco, de Griek. Die uiteindelijk naar Italië is gegaan, niet zo vreemd weten we nu. Daarna ook naar Spanje is gegaan, daar aan het Spaanse Hof heel groot is geworden. Zijn naam is altijd de Griek gebleven, El Greco. En je ziet ook in zijn schilderkunst dat er die Cretensische invloeden ook nog steeds te zien zijn. Je proeft altijd een beetje die icoontraditie in zijn schilderijen terug. Maar goed, dan hebben we het in feite over westerse schilderkunst. Maar echte traditionele icoonschilders, traditioneel in de zin van dat ze echt vasthouden aan de technieken van het icoonschilderen. Ja, dat zijn mensen als Poulakis, Tsafouris, Tsanes, die allemaal belangrijke bijdragen hebben geleverd aan de ontwikkeling van de icoontraditie, van de Cretensische iconenschool. Als je een week Kreta hebt gedaan op deze manier met die iconen, dan zou het heel mooi zijn als je naar huis ging met de ervaring dat je iets bijzonders hebt meegemaakt. Dat je in staat bent geweest om in deze week inderdaad de essentie van een icoon te doorgronden. Dat je een ervaring hebt gehad van die transcendente wereld die daarachter ligt. Dat je even voorbij de materie bent gekomen. Dat zou een hele mooie toevoeging zijn aan die week op Kreta.